Een heruitgave van een boek moet vaak een aanleiding hebben. Een schrijver die uit de vergetelheid wordt geraakt, een oeuvre dat weer in de belangstelling is gekomen door een nieuw uitgegeven titel, of een boek dat een historische parallel mogelijk maakt. Dat laatste is wat uitgeverij Prometheus met de heruitgave van Menno ter Braak's Het Nationaal Socialisme als Rancuneleer uit 1937 blijkbaar goed heeft aangevoeld. Voortgestuurd door het begeleidende essay van Bas Heijnen, die ook in de media voet aan de grond kreeg en zo het boekje kon promoten. En dan is het grappig om te weten dat dezelfde tekst plus essay van Heijnen al 3 jaar geleden door uitgeverij van Oorschot werd uitgegeven. Toen werd het geen bestseller en om te stellen dat ons politieke landschap totaal is veranderd, dat lijkt mij niet houdbaar. Het is vooral een verschil in marketing. Of je zou heel cynisch kunnen stellen dat het ressentiment en de rancune onder de elitaire Nederlandse lezer inmiddels zo groot is geworden dat deze graag bevestigd wil zien dat er voor de rancune van de ander, die uit een andere politieke hoek komt, gewaarschuwd moet worden en dat dit boekje dat dus doet. In dat geval is de lezer geen haar beter dan die ander, volgens de beschreven rancuneleer. En rondom zo'nzelfde paradox draait dit essay van Menno ter Braak. Ik noemde hem in een van mijn eerdere video's al een echte lezer des vaderlands. Een essayist en kunstcriticus die Nederlanders hier voornamelijk kennen als een van de oprichters van het vermaarde tijdschrift Forum uit de jaren 30 van de 20e eeuw. En die paradox is wat mij betreft het belangrijkste inzicht dat dit essay biedt. Het is de gelijkheid als ideaal die gegeven de biologische en sociologische onbestaanbaarheid van gelijke mensen de rancune promoveert tot een macht van de eerste rang in de samenleving. Want wie niet gelijk is aan de ander en toch gelijk aan die ander wenst te zijn, wordt in deze samenleving niet onder verwijzing naar standen of kasten op zijn nummer gezet, maar hem wordt een premie toegekend. Zijn streven naar gelijkheid wordt theoretisch rechtvaardig geacht, ook door degenen die er geen ogenblik aan zullen denken praktisch voor die verwezenlijking van een gelijkheid die in hun nadeel zou zijn iets te doen. Zie daar de grote paradox van een democratische maatschappij waarin de rancune niet alleen aanwezig is, maar ook wordt aangemoedigd als mensenrecht. Je zou kunnen stellen dat ter Braak de haatdragende lading van het nationaal socialisme niet ziet als een gevolg van de domheid van het nationaal socialisme of van de sociale problematiek als armoede, maar dat de rancune juist de basis is die argumenten absorbeert. Hij noemt het dan ook halfbeschaving als onontbeerlijke voorwaarde waardoor het ressentiment zich niet beperkt tot een sociale of intellectuele klasse, maar dat deze die klasse juist verbindt van arm tot rijk. En door een gebrek aan positieve programmapunten is het volgens hem ook mogelijk om die haat te blijven voeden met het geloof in een leider, een hang naar het verleden en de belofte van een ware democratie. Nou, en met een beetje goede wil kan de lezer met deze woorden, gedreven door een sentiment, natuurlijk een parallel trekken met de politiek in het heden. Ter Braak stelt zich op als duider en criticaster, maar de oplossingen die hij biedt zijn niet wereldschokkend of heel duidelijk te noemen. Over het nationaal socialisme moet men niet geringschattend spreken. Men moet humor en satire overwegen. En de leer moet ontdaan worden van de romantiek. Met Ter Braak is denk ik ook van mening dat een echte oplossing niet bestaat. Een volmaakt sluitende dialectiek bestaat niet. Zonder rancune kan het niet. En dat uitgangspunt bevestigt hij ook door een verbinding te maken met zijn kunstessays. Bijvoorbeeld met zijn bekendste Demasqué de schoonheid, waarin hij de vloer aanveegt met het poëticale uitgangspunt van de tachtigers, het laar pour laar. Hij valt daarin de romantische kunstenaar iemand als Jacques Perk aan, bij wie het alleen maar om de schoonheid draait en die gedreven wordt door wraakgevoelens en daardoor ook alleen maar teleurgesteld kan worden. In dit essay vergelijkt Ter Braak de mens van het ressentiment met zo'n wraakzuchtige artiest die uiteindelijk transformeert tot een mens zonder lotsbestemming of die, net als Hitler, totaal verdoofd de wereld aanschouwt. Tot slot vind ik het beeldtreffend dat de rancunecultuur scheppend is. En wat mij betreft ligt daarin ook een parallel met het heden zonder naar politieke poppetjes te kijken. Zolang de democratie niet haar eigen cultuur in de hand heeft, krijgt het ressentiment vrij baan. En zo streed Ter Braak op onnavolgbare wijze met zijn nadruk op de persoonlijkheid van de schrijver, op de vent. Ik geloof niet dat we die route per se opnieuw moeten bewandelen, maar we kunnen geen geestdriftige democraten zijn, zoals Ter Braak ons oproept, zonder in onze cultuur te willen investeren. En die holle romantiek is heus niet zo hol als Ter Braak ons wil doen geloven. En tot slot, hopelijk vragen de kopers van dit boekje zich wel af met welk rancuneuze idee of gevoel ze het hebben aangeschaft. Word nu ook een lezer des vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.